ik maak het een beetje hol, zodat de onderkleur wat zichtbaar blijft. Dat geeft meer diepte aan het geheel. Anders wordt het heel massief. Het is wel van belang dat de ondergrondkleuren iets hebben met de bovengrondkleuren. Dus dat daar een spanning tussen blijft. Dat het niet totaal iets anders is, maar dat het een kleur heeft die er eigenlijk een beetje al in zit. Kijk, dat ik daar eentje te weinig heb. Dus ik moet het toch anders doen. Nou, dat geeft niets. Het kan nu nog allemaal anders. Wat ik nu ga doen is met gesponnen tesselaar een soort van figuur aanbrengen op deze ondergrond. Iets wat zich goed moet kunnen hechten, omdat het pure wol is, onbehandeld. Terwijl als je sokkenwol zou nemen, dan zou het niet gaan hechten, omdat dat behandeld is. Het is alleen getwijnd, dus het betekent dat het de neiging heeft om te draaien. Op zich niet zo erg. Een beetje opletten dat je de bol niet, dat je er geen chaos van hebt. Rustig blijven. Eén, twee, drie ogen en twee ogen. Eén, twee, drie ogen en drie ogen. Eén, twee, drie ogen. Ja, zo moet het ongeveer kunnen. Let it be. Wonderbaarlijk leuk. Deze rode-achtige kleur zie je hier nog doorheen. Vroeger dan zorgde ik ervoor dat je dat niet zag, want dat moest helemaal bedekt zijn. Nou, dat is funest voor je diepte en voor je speelsigheid. Dus ik leer hiermee om meer schilderachtig te werken. Het is een experiment om eens te kijken hoe je met deze interessante wol een aardig patroon kunt maken. Ik weet niet of het een vast patroon wordt. Ik vind het zo leuk. Dat het niet te voorspellen is wat je gaat doen vandaag. Thank you.
niet heet genoeg. Er lag al koud water op. En dat heeft er net even voor gezorgd dat het me direct afkoelde. Nou, dat moet ik niet hebben. Flink heet zijn. Het moet zo heet zijn dat ik er haast niet op kan met mijn handen. Daarom doe ik nog wat extra erop. Want water zat er wel genoeg op. De temperatuur stond niet aan. En als het niet goed wil glijden, dan moet er meer zeep op. Je moet gewoon eerst niet te hard drukken. En dan straks steeds harder drukken. En eerst doe ik dus deze kant zo 3 minuten op. Eigenlijk heb ik er altijd zo'n eierkokertje bij, zo'n zandlopertje. Zo'n zandlopertje zorgt er wel voor dat je precies 3 minuten dit doet. Deze kant op. En dan krimpt het dus nu verticaal, vanuit mij gezien. En als ik de andere kant op doe, dan krimpt het horizontaal. En dat moet natuurlijk evenveel ongeveer om een mooi resultaat te krijgen. En nou doe ik het dus nog een beetje rustig aan. Straks doe ik het iets harder. En tenslotte ga ik rollen en dan gaat het echt, dan koelt het ondertussen wel af. En dan gaan al die schubben die gaan in elkaar, nog veel verder in elkaar en dan begint het enorm te krimpen. En als je er zo voor staat is dit de moeilijkste, het horizontaal eigenlijk, moet je dan hier gaan staan. Dan moet het werk helemaal aan deze kant zitten en dan kun je mooi dit doen. En dat moet eigenlijk ook nog diagonaals gewijs. Je moet eigenlijk alle kanten proberen te filteren. Kijk, nu begin ik met steviger. Nou kijk ik even stiekem of hij eraf gaat en dat is nu het geval. Kijk, dat moeten we dus niet hebben. Ik denk dat ik dat er doorheen zag komen. Je kunt zien dat er iets aflaat. Er wordt, het zeepsop krijgt kleur. Dat betekent waarschijnlijk dat de gesponnen wol, de getwijnde wol, dat die nog aflaat. Ik denk niet dat de gekochte andere spullen, dat die aflaten. Dat is allemaal een fabriek. En het laat nooit af. Het is zo goed gedaan. En zo goed gespoeld dat er geen kleurstof meer in zit. Maar als je van een particulier koopt, dan weet je nooit wat je koopt. Het moet niet te veel zijn wat het aflaat, want dan kleurt het weer die mooie heldere gele en die heldere kleuren die erin zitten, kleurt het dan weer overheen en dan wordt het een beetje een smoezelig geheel. Daarom doe ik ook vaak na het aanfilteren, dit heet aanfilteren, nog even spoelen voordat ik ga rollen. Zover zijn we voorlopig nog niet. Ik ga nu straks wel spoelen omdat er dus kleurstof in loslaat. Nou, dan begin ik weer opnieuw. En dan flink stevig. Overal even goed. Stukjes niet laten liggen. Alles moet systematisch. Anders wordt het niks. Wat je hier bovenop ziet, dat zijn stukjes hele dunne wol die door vitrage heen komt. Meestal zijdeachtige stukjes die soms in de wol zitten of door de wol heen verwerkt is. Maar dit is wat ik nu gebruik, een hele fijne wol. Dus het wil wel door de vitrage heen. Ik krijg ontzettend schone handen door dit werk. Dus het afwisselen van tuinwerk met filter. Dat is natuurlijk ideaal.
hier krijg je spierballen van. Dan kijk maar even stiekem. Kijk, deze is er alweer af. Dat is niet goed. Dat blijft wel een beetje hangen. Dat moet ook. Deze is er ook af. Dat is jammer. Komt nog wel goed door te rollen. Moet je op tijd bij zijn bij dit soort dingen. Wat moet ik doen? Zo. Nou, dan ga ik hem spoelen. Dan kun je hem gewoon twee keer zo, één keer zo. Om zo heet mogelijk te houden en dan heel snel verder te gaan. Nou, even controleren of het allemaal goed zit en dat is niet zo. Dus dan moet deze hier komen. Deze is er ook af. Hier even een beetje recht trekken. Hier zit wat niet goed is. Zo. En dan maar rollen met die hap. Kijk, en als er nu dingen niet helemaal mooi zitten, dan is dat niet erg. Want dat is de charme ook weer van het materiaal. Omdat het materiaal is getwijnd. En dan zie je dat gewoon gebeuren. Dan ga ik 60 keer rollen. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Zestig. Nou, dan moet het dus helemaal egaal gerold worden. Dat betekent hier is het heel sterk gerold. Dus nu keer ik hem om en dan rol ik hem zo. Ook 60 keer. Je ziet dus ook wel dat de kreukels zitten hier veel sterker. Dat heeft binnenin gezeten. Dus. Probeer hem wel zo egaal mogelijk weer in te leggen. En dan doe ik dit ook 60 keer. Nou, straks de andere kant langs 60 keer. Hier begint hij ongeveer, dus hier moet je goed op letten dat dit heel goed ook meegevuld wordt, anders krijg je lubberende randen. Ja, als je dit doet, dan krijg je hier een naad.
Dus dit moet het midden worden en dan naar de zijkanten. 12, 13, 14. Dan heb je dus één keer de ene kant opgerold, de andere keer de andere kant. Dus de lengte is nu flink gekrompen. Dus nu ga je de breedte nog krimpen. Dat betekent dat die zo gelicht moet worden. Dan beginnen we zo. Dan kunnen we gelijk zien of het patroon nog voldoet aan wat we ons hadden voorgesteld. Nou, dan zou je zeggen, het is ongeveer klaar. Dat is absoluut nog niet het geval. Het is lang nog niet goed. Het is nog heel dun ook. Het wordt veel dikker naarmate je langer vult. Zo'n punt als dit, die vult je er straks uit door dit hoekje extra te vulten en dit hoekje. En eerst dit ook 60 keer doen. Zo, 60 keer. Nu is dit weer veel meer gevuld dan dit. Dus dan keer je hem om en dan gaat hij weer andersom. Dan doe je dat ook 60 keer. Trek je alles eerst even weer netjes bij. Dit wordt niet weer goed, dat zie je al wel. En dit ook niet. Dat betekent dat je straks met de vulpnaald erbij moet werken. Nou, is hij dus alle kanten op gevuld, behalve diagonaal. Dan gaan we eerst kijken of hij nog wel voldoet aan de maat. Want anders kunnen we hem straks niet gebruiken. Maar je ziet al wel dat hij flink aan het krimpen is. Die wollen draden worden steeds dikker. Daaraan zie je heel goed hoe het krimpt. Ja, hij kan in de lengte nog wat hebben, in de breedte mag hij niet meer krimpen. Dus dat wil zeggen, nou dit aantrekken, dan mag hij nog een paar keer in de lengte. En dan doen we eerst de punten even. Dat is
eigenlijk vrij simpel. Je wilt dat die punt verdwijnt, dat die opgenomen wordt. Neem die op door de punt alleen te filteren. Dat betekent dat je hem uitrekt, dat je hem keurig inrolt. En dat je hem dan een aantal keren extra vult, zodat hij dik en mooi wordt. Nou, ik doe even kijken of die al wat oplevert. Ja hoor, die is al een stukje beter. Dan gaan we naar deze. Dus de dikke punt ook weg. Dan gaan we naar de andere kant. Hier is lubberd het ook nog. Dat betekent dat dit stuk straks ook nog extra moet en dit stuk. Je ziet hier behoorlijk wat extra ruimte. Moet wel weg. Anders krijg je daar ontzettend last mee met het naaien in het boekje. Van het boekje. Dan wil die er alsmaar uit. En wij willen juist dat die lekker strak zit. Nou, dan zit dit er nog niet netjes in. Dan pakken we schildnaald. Nou, kijken we even van nou, of die er wel netjes op komt. Zonder de boel veel geweld aan te doen, prik je hem even een aantal keren vast. Het gaat vrij gemakkelijk met pure wol. Het is allemaal. Er zit geen zijde door, dus het gaat er heel makkelijk door. Deze ook even. Er zit een draai in, dat is moeilijk. Lubbert dit nog een beetje, dus dan gaan we dan nog even een keer extra aanfilteren. Ik bedoel rollen. Meestal doe ik dat 30 keer. Dan is hij al heel netjes. Deze kan ook 30 keer. Het is een geduldwerkje. Als je het goed wilt doen, dan moet je daar allemaal het nu goed doen. En niet denken van, oh, het is, kan ongeveer wel. En dan kom je het euvel straks tegen. Dat is heel, heel onprettig. Het gaat eigenlijk alleen maar om de aller buitenste rand. Dus goed voelen waar zit die rand. Nou, die zit hier. En je hoeft dit niet te doen. Je moet echt dit stukje doen. Thank you.
Zie je dat hij helemaal een beetje weer los zit. Pak ik hem toch nog even stiekem erbij. Nou, je ziet hier dat hier niet erg mooi is, dat het buitenste stuk heeft toch vrij weinig. Nou, dat is helemaal geen probleem, dat komt, valt straks binnen het boekje. En vooral hier in het midden moet er nog een stukje af, om het hier mooi te laten aansluiten bij de kromming van het kaft of waar bladzijden ingenaaid zijn. Nou, en dan denk ik dat hij nu af is. Even kijken, beide kanten keurig over. Die kant is keurig ook veel over, dus dan krijg je ongeveer dat hij zo ver naar binnen valt. En aan deze kant valt hij het boekje over. Je doet hem eerst omgekeerd nu mee, hè? Ja, dat klopt. De goede kant naar binnen. Mooi strak. Precies een diagonaal vanuit de punt maken. Het vastzetten met spelden. Hier ook strak aantrekken. Diagonaal maken. Vastzetten met spelden. Kijken of het strak genoeg is. Dan zie je bijvoorbeeld hier nog een beetje lubbers. Hier komt straks een stukje uit, geknipt. En aan deze kant ook. Dus je kijkt even of het hier nog iets strakker kan. Trek ik dit nog iets meer aan. Zo. En dan zet ik hier nog een speldbeen in. Zodat ik precies weet waar ik moet naaien. Dit naai ik straks. En dit naai ik. Hier naai ik het. En hier naai ik het. Daarna knip ik hier een stukje uit. En hier een stukje uit. En daarna
zet ik rondom helemaal nog een draad door. En dan zit hij redelijk vast. Nou, kijk even of het allemaal goed zit en of ik het kan behappen. Dit goed komt, dat komt van goed. Nou, dan haal ik hem eruit. Dan weet ik wat ik moet naaien. En dan pak ik garen. Heel sterk garen. Beetje elastisch is het zelfs, maar het sterkste garen wat er ongeveer is. Met een naald. Dubbel in de. Knoop ik hier even aan elkaar. Zo. En dan naai ik hier dit met een stiksteekje vast. Kan ook op de machine. Als je de machine klaar hebt staan, kun je dat ook doen. Ik doe het even met de hand. Dat ik de machine anders nog van boven moet halen, dat is mij allemaal veel te veel werk. Dus ik naai dit even met de hand. Kleine stiksteekjes is voldoende. Even controleren of je de goede plek bent. Ongeveer de. Volgen waar de spelden zitten. Weer alle vier hoeken. Komt wat kracht op te staan, dus omdat het, je wilt dat het nauw sluitend is, dus daarom moet het een beetje sterk zijn wat je maakt. Straks knip je dit overtollig allemaal weg en je ziet dat hij maar tot hier gaat. Nou, dan knip je straks dit stuk eraf en dat zal ik laten zien. Zie je dus dat ik hier dit eraf heb. Nou, dan ga ik nog even een keer doorheen rijgen. Of even een beetje stikken mag ook. Extra stevig te maken. Vooral in de hoek, waar het punt van het boekje komt. Een beetje iets steviger, ga je even een paar keer extra
doorheen. En dan hecht je af. Knip je het overtollige materiaal knip je weg. Doe je als volgt. Dit afknippen. Zo. Dan knip je dit weg. Met een marge. Zodat er het stiksel hier zit, knip je dit hoekje eraf, net niet tot het stiksel, leg je dit open en dan vouwt dit zich, als het omkeert, krijg je een keurig punt hier zitten. En dan heb je de eerste, heb je klaar. Het ziet er dan zo uit, straks. Zo doe je alle vier. En dit laatste stuk kun je later nog wel even met de rijgdraad, komt dat vanzelf wel goed. Maar op dit moment ja, moet hij gewoon deze kant volgen. Dus het kan niet meer dubbel gestikt worden. Maar dat komt wel op het laatste moment. Dan ga je al deze andere hoekjes ook even doen. Zo, dus er is een extra controle om nog eens even te kijken of het allemaal goed zit en of het mooi recht wordt. De derde. Hier knip ik ook nog een hoekje.
Vouw de naad een beetje open. Deze naad een beetje open. Die naad een beetje open. Zo. Anders krijg je één grote dikke naad aan één kant. En nu verdeel je het keurig over de hoekjes. Nu de hoeken afgeknipt zijn, kun je het boek even passen. En dat doen we door alles even om te keren. Het boek erin te stoppen. Lijkt het soms alsof het helemaal nog past. Dan kijk je alsof of dit goed verdeeld is over twee kanten, dus die naad, voordat je het erin stopt. Dat kan ik zien, maar de camera op dit moment niet. Die komt ook aan twee kanten. Ja. Mag best een beetje spanning opstaan. Dat helpt alleen maar om het boek te stevig in te krijgen. Dus valt hij er zo af. En vervolgens zie je dat hij hier knel zit in op de plek waar het papier gebonden is. Het is de bedoeling dat je hier inknipt, een klein stukje. Dat ga ik zo dadelijk doen. En hieronder ook even inknippen. Precies in het midden. Dus even goed kijken of de balans goed is. Of alles gelijkmatig in de hoeken zit. Nou, dan ga ik midden opzoeken. Knipje erin. Niet helemaal tot aan de rand. Een beetje tot in die buurt. Zo. Andere kant ook in knippen. En dit kan naar binnen gevouwen worden. In principe is het klaar. Alleen om het nu heel mooi strak erin te krijgen, knip je hier dit netjes zo een beetje rond. Hier knip ik het ook rond, dus deze hoek knip ik eraf. En dan naai ik met wat steviger garen, dit garen, naai ik in een rijgsteek hier helemaal langs, zodat het heel mooi passend en strak in het geheel blijft zitten. Dus wat ik nu ga doen is kijken van nou, wat vind ik er onprettig aan? Dan zeg ik van nou, dit hoekje is gewoon, ik haal dit nog weg hier. Je kunt er ook voor kiezen om het erin te laten zitten. Dat betekent dat je hier langs naait straks. Misschien dat ik dat ook wel doe. Dat kan ook. Dan, kijk, dit is namelijk een soort zelfkant geworden. En als je het gaat knippen, dan
maak je ook deze draad weer los. Dat is niet, daar wordt het niet beter van. Dan kun je hier ook gewoon erin laten zitten en dan komt dat straks bij het rijgen ook wel weer goed. Hier zie ik dat hier een raar flapje zit, dus ik kies ervoor om hier nog wel een stukje af te knippen. Hier gaat het allemaal wel goed. Dus ik laat het nu, ik laat het voor wat het is. En nu pak ik nu die dikke rijgraven. Dit garen ga ik rijgen. Ik begin bijvoorbeeld hier. Maakt ook niet uit waar je begint. En je rijgt hier helemaal langs. Dat betekent dus dat je niet te ver aan de kant rijgt ongeveer. Maar ook niet te ver zo, want dan gaat het zo lubberen. Dus keurig ongeveer een halve centimeter vanaf de kant rijg je het geheel in. Ga hier ook helemaal omheen. En dan hier langs rijgen, zo helemaal weer, totdat je weer bij het startpunt komt. En dan heb je hem als het ware ingeregen. Op het moment dat je volgende keer een ander boek hebt en het omslag weer wilt gebruiken, hoef je alleen die rijgedraad maar door te knippen, kun je hem eraf halen en kun je weer om een nieuw boekje zetten. Tot nu toe heb ik niks gelijmd. Je kunt je voorstellen dat de mensen zijn die dat het niet helemaal goed gegaan is. Dan kun je altijd met textiellijm, kun je hier een beetje lijm in doen. En kun je dit ook zo vastplakken. Hoef je helemaal niks meer te doen. Hoef je ook niet in te rijgen. Dan kan hierbij, kun je die flapjes ook met een stukje en een beetje textiellijm kun je vastplakken. Maar daar kies ik niet voor. Dit is veel dikker garen. Het mag best zichtbaar zijn. Dat is. Ik zet het hier even een beetje vast, dit hoekje. Zo heb ik het straks kan knopen. En dan begin ik met rijgen. Klein steekje boven, grotere steek onder. Klein steekje boven, grotere steek onder. En dan rijg ik hier doorheen. Je kunt het ook met contrasterend garen doen, zodat het heel zichtbaar wordt. Een stukje boven. Dan ga je hier, zo gauw het kan, neem je ook de andere mee. De onderliggende. Kijk, ook hier is dat gedaan. Gewoon ingeregen. En hier ook. En dan zit het mooi strakker in.